Beste kijkers, de film die u nu gaat zien is het vervolg op de documentaire Het Beste voor Kees en belicht het leven van een oudere autist. Hoewel ik volwassen ben, zo niet. Een man van zo langzamerhand middelbare leeftijd blijft autisme het leven flink parten spelen. Al merk ik dat ik ver ben gekomen in de ontwikkeling naar volledige zelfstandigheid, er zijn nog steeds barrières die genomen moeten worden. Tegenwoordig wordt vaak aandacht besteed aan jonge kinderen en jonge volwassenen. Men mag de oudere, zo niet hoogbejaarde autisten, niet links laten liggen. Ook zij hebben enorme behoefte aan zorg, steun en liefde. Deze documentaire is bedoeld om de kijker beeld te geven van hoe het is om als volwassen autist verder door het leven te gaan. Hiermee hoop ik inzicht te geven ten einde begrip te vormen voor een zo prettig mogelijke omgang met oudere autisten. Ik neem u mee in de wereld zoals ik die van binnenuit beleef. Ik wens u veel kijkplezier toe.